mij is de grootste voordeel is de flexibiliteit. Dus dat we niet 's ochtends meer eerst moeten gaan voeren voordat we andere werkzaamheden moeten doen. Of dat je altijd, het komt altijd op een ongelegen moment. En nu de voerhoogte is zo ingesteld dat je gewoon altijd op een juist moment voert. En ja, in het verleden was er nogal, dan wou je net weg. Oh, voer moet eerst, voer is op, we moeten nu eerst voeren. En dat vind ik echt wel het sterkste punt van de Vector. Dat hij gewoon zelf bijhoudt van wat is de voerhoogte, met de voerhoogtemeter. En wanneer moet ik weer voeren, dat hij niet te snel voert, maar ook niet te laat. We kunnen veel beter onze tijd indelen, ook de weekenden. We zijn in de weekenden ook nogal druk met onze zonen. Die zijn vrij fanatiek met voetballen, dat kost best wel veel tijd. En wij willen daar eigenlijk ook wel heel graag altijd bij zijn. Barbara is trainer, ik ben coördinator van een team. De oudste zoon die moet 5 keer de week trainen en dan ook nog ver weg de wedstrijden spelen. Je bent nu veel flexibeler, je kunt gewoon planmatiger kun je veel meer werken. We zijn natuurlijk gewoon echt wel nog steeds wel een familiebedrijf. En mijn schoonvader die is ook nog heel erg betrokken bij het voerstuk. En die vult dus ook de voerkeuken. Die zorgt ervoor dat het elke keer gewoon netjes aangevuld wordt. De mengkwaliteit vinden wij wel gewoon heel erg belangrijk. En daar besteden wij ook best wel aandacht aan. En wij stemmen in principe altijd samen af hoe dat het in de voerkeuken komt te staan en wanneer wat erin staat. Ik ben Jeroen Toevank, ik ben 44 jaar. Ik woon hier samen met Barbara, Friso en Joris. Wij hebben een maatschap met z'n tweeën vanaf 1 januari. Met 150 melkkoeien. Het bedrijf hebben we van mijn ouders overgenomen. En daarnaast werk ik nog als salesmanager bij Trouw Nutrition. Mijn naam is Barbara Thomassen. Nou ja, we samen met Jeroen dan het melkveebedrijf en twee jongens. En ik werk voor 3,5 dag bij voor Farmers als melkveespecialist. Het grootste voordeel van de Vector vind ik op dit moment dat tijdens de hitte bijvoorbeeld dat er altijd vers voer, dat er meerdere malen per dag gevoerd wordt en dat er altijd dus gewoon vers voer voor de koeien ligt. Ja. Op de service zijn we zeker tevreden. Het eerste jaar hebben we toch wel wat opstartproblemen gehad. Daar kwamen toch wel een paar technische problemen kwamen om de hoek. Nou, dat is allemaal heel goed opgelost door Lely Sinterzelm. En vanaf de derde, vierde maand begon het te lopen. En sindsdien is het eigenlijk loopt het probleemloos. Het Lely Sinterzelm heeft nu een eigen team voor de Vector. Dat is wel heel prettig. Ja, maakt het wel wat makkelijker als er een monteur moet komen, dat die ook sneller er is. Het Lely Center heeft ons ook vooraf ook nog wel gewoon goede tips gegeven qua indeling natuurlijk. Maar ook ze hebben een aantal bedrijven uitgekozen waar wij dan ook konden gaan kijken. Die al voerden met een Vector, die vergelijkbare doelstellingen hebben zoals wij. Wat ik makkelijk vind is dat ik gewoon dagelijks kan kijken en analyseren van hoeveel vreten de koeien en hoe efficiënt is het dan op dat moment. En zeker ook rondom de weidegang, dan houd ik eigenlijk altijd wel heel erg goed bij hoeveel hebben de koeien die daar afgelopen 2-3 dagen gegeten gemiddeld. En dan pas ik daar het rantsoen weer een klein beetje op aan. En dat is natuurlijk ook heel prettig. Ja, als ik onderweg ben of ik ben gewoon hier vanuit de keuken, kan ik dat ook gewoon doen. Dat vind ik ook wel heel makkelijk. Ja. Nou, het meest trots is dat we dit met een team doen. Dus we doen het niet alleen met de familie, maar ook met mensen buiten ons bedrijf, buiten de familie. En dat we gewoon met ons team het bedrijf zo goed mogelijk invulling van geven. En dat iedereen er heel veel energie uit haalt en werkplezier. Dat maakt mij heel erg trots. Op ons bedrijf ben ik het meest trots op dat we echt een gezinsbedrijf zijn met externe arbeid, met mensen waar we al langere duur mee werken. En naar ons idee ook veel werkplezier hebben.
Daarnaast kan ik ook echt ontzettend genieten van onze mooie koeien die gewoon op een hele gezonde manier melk produceren. Ja, als wij naar onze eigen kinderen kijken en hoe wij kijken dat zij het eventueel zou kunnen overnemen, dan hoop ik ook dat wij het ook eventueel zo kunnen loslaten om het op hun eigen manier te kunnen gaan doen. Ja. Mens.